Al een heel lange tijd dat ik geüpload heb op mijn YouTube-kanaal. Ik heb gezien dat er heel veel abonnees bij zijn, dus thanks daarvoor. Sorry dat ik niet veel geüpload heb. Maar daar is een reden voor, want ik zit namelijk met een geblokkeerd probleem. Ik ga even deze wegzetten, zodat ik aan deze aan kan om het jullie te doen. Dus wat het probleem is... Ja, ik heb de batterij opgeladen. En deze bevestiging, dus dat schroefdraad hierom, onder de moer, is kapot. Waardoor je die dus niet kunt aanspannen. En dat is mijn eigen fout, want ik heb die helemaal kapot gedraaid. Dus ik moet daar iets op verzinnen, want... Dat is niet echt veilig als je zo gaat rijden. En niet verantwoord. Nee, het kan wel, maar het is niet verantwoord. Laten we het daarop houden. Dus daarom nog geen motovlogs of zo met deze DAX. En ja, daar baal ik wel van. Maar nu twijfel ik van hoe ga ik deze oplossen. Ga ik dat eraf slijpen en ga ik dan een nieuw stukje oplassen. En dan zelf schroefdraad tappen. Alvorens dan, hè. Oh, wacht, ik weet niet. Of, ik weet echt niet hoe ik het zou doen. Dus dat... Of misschien zo van die tape opzetten zoals je op chauffage doet om afdichting te hebben. En dan deze opdraaien zodat hij wel vastklemt. Maar ik weet niet voor hoe lang, dus dat is de goedkopere versie. Dus. Maar ik ga wel zien hoe ik deze moet doen. Dus sorry dat er niet geüpload wordt. Dit is de reden dus. Hopelijk blijven jullie wel kijken en abonneren. En liken natuurlijk. En dan zie ik jullie erachter. Ik ga ook nog filmen hoe ik dit ga oplossen. Maar nu heb ik eventjes moeilijk. Maar ik ga er binnenkort wel in vliegen. En dan ga ik jullie meenemen in deze hersteltrip. Dus... Like, abonneer en tot de volgende video.